wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En Jessie heeft hier de beste lampjes. Hij is nou een jaar geweest, dus nu is het tijd om te gaan lopen. Ja, een paar dagjes, hè. Ja. Nu is het tijd. Ja, tijd. Geef vijf. Hi, vijf. Proberen vast te leggen. Oh, ben je moe? Dan ga ik werken, hè, als je moe bent. Kom maar naar mannen lopen. Kom maar. Sissy, kom maar mama. Ga naar papa lopen. Hij trekt er niet. Kom maar naar papa lopen. Kom maar. Ja. Kom maar lopen. Ik vang je op. Ik vang je op. Ja. Goed, kom maar naar mama lopen. En naar mama lopen. Kom maar. Jullie mama leuk. Pak je hoor. Hup, even wachten. Kom naar mama. Doe je het expres. Hier is balans. Kom naar mama. Ja, zo. Ja, ja. Kom. Hij is een beetje dronken ook. Goed zo. Dat is de camera. Ja, hele camera pakken. Oké, doei. Papa lopen. Hij vindt het een beetje eng. Jessie, kom maar. Kan je papa lopen? Vallen en opstaan. Vallen en opstaan moeten we leren. Kom maar lopen dan. Kom dan. Kom dan. Papa vindt het ook eng. Kom maar. Kom dan. Kom maar. Kom dan. Ik heb zo goed geslapen. Goed zo, goed zo, goed zo. Ja, 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 ja. Wat is dit? Wat is dit? Mama, we zijn trots op jou. Mama, een beetje druk. Wat vind je nou van al je cadeautjes die je hebt gehad? Was het een beetje leuk allemaal en zo? Of, ja? Wat vond je nou het leukst? Ja, kan ik toch niet filmen zo? Eet je veel aan duimen de laatste tijd? Lekker aan tutten? Nou, zoals je ziet, het huis ligt vol met leuk speelgoed. Van Disney en van Duplo en VTech. Dat was die Disney. En Nijntje. Nou ja, te veel om op te doen, maar gewoon. Hè? Een loopfietsje. Een loopfietsje, ook ja. Oh, die vind ik ook heel leuk. Ja. Van Pookie Lino. Kan het ook anders, hè? Italiaans. En die heliumballonnen vind je ook nog steeds heel erg leuk. Eentje die hangt nog steeds op het plafond. Uh-oh, nou heb je een badetiet. Waar ga je naartoe? Een bloem. Waar ga je naartoe? Over bloemen gesproken, we hebben ook nog een superleuk jaarlijks cadeautje gekregen. Ja, we kregen dus inderdaad iets te laat, was wel jammer. Superleuk attent cadeautje nog van 1000cadeaus.nl, maar dat heet tegenwoordig sumioshop.nl. Dus ja, superleuk. Hij vindt het heel leuk, dus we kunnen ze ook gebruiken na de verjaardag. Goed, ja, Jessie? Of niet? Is die leeg? Nee, volgens mij niet. Ja, heb je hem wel opengedraaid? Ja, natuurlijk. Kijk. Daar gaat hij. Hij is leeg. Oh. Zoiets. En dan zou die als het goed is... Nou, dan moeten we even een extra tankje kopen. Oh, hij is wel heel grappig. Heel kijk, grappig. Jess. Kijk. Dat is leuk. En natuurlijk, omdat hij 1 werd, zat hij er ook nog in. Oh ja, leuk. Zo, in 1 adem. Nee. Deze kans nog wel heel. Nou, dat is echt stom.
Richie! Ja, loop maar weg met gebogen hoofd. Nou, één hebben we nog wel. Dat is echt stom. Die was echt van hele korte duur. We vonden het wel heel lief. Potverdorie. Dat is echt jammer, deze was heel leuk. Even heel eventjes. Volgens mij is die andere nu ook kapot. Ze kunnen niet heel veel hebben. Nou ja, althans geen hondennagels. Namens Jessie Silver, hartstikke bedankt. Voor alle lieve reacties, cadeautjes en kaartjes. En nou ja, wij gaan genieten van de dag. Want het is een keer een beetje zonnig. Ja, inderdaad, ja. Wij gaan lekker naar Tilburg. Ja, maar dat kan gewoon. Dus toen heb ik het ook al gedaan. Toen heb ik gevraagd aan de muziek. Lang zal ze leven. In de gloria. In de gloria. In de gloria. Dit is zo grappig, hè? Dit is ongelooflijk. Ga je bellen met je achterhoofd? Ga je bellen met je achterhoofd? Wie heb je aan de lijn? Hallo, waar is Jessie Silver? Met wie spreek ik? Uh-oh, daar gaat mijn telefoon. Maar goed dat er een hoesje op zit. Met wie ga je bellen? Ga met oma bellen. Dag oma. Hallo. Pak je cadeautje maar van oma Luca. Baby shark tutututu, baby shark tutututu. Hij heeft nog een heel leuk cadeautje gehad van Luca gisteren. En dat zijn die ringen. Die vindt hij hartstikke leuk. Kijk. Ik kan niet erbij. Uh-oh. Ja, dus, ik denk dat ze... Ja, alweer. Oh, alles onder de bank. Oh, zeg er mee. Let daar meneer. Ja, dat dacht ik al, ja. Afstandsbediening even wegnemen. Ja. Nou, we waren dus... En de baby shark faces. Ja, momentje. Baby shark. Mijn moeder werd gisteren 60 en ze gezellig naar Tilburg geweest en we hebben lekker gegeten. En geen corona gelopen. Nee, en geen corona, want gisteren was het nog open. Natuurlijk hebben we voor haar gezongen. En mijn zus, Elena, die had nog een leuk speelgoedje. Want toen ze dus belde, toen liet ze dit zien en toen begon hij allemaal te dansen. En nu... Baby, ik zeg niet. Nee. Baby shark. Ja. Dat is leuk, hè? Dat zeggen ze op de crash ook altijd, dat alles met muziek vindt het leuk. Ja. Ja, ik vind hem ook wel erg aanstekelijk. En toen wilden we dus naar het Contiki-bad. En die blijkt dus dicht te zijn vandaag. Heb je hem gevonden? Goed zo. Gaan we een eindje zoeken. Oké, doei. Oké. Tuurlijk. Schuif jij even in je stoel of zij?
Gaan we nog iets doen van even filmen? Ja, tja. Zo, het echt zo, maandag, het is kut weer. Sorry. Het is rot weer. Ja, op zich viel het ook nog wel mee. Maar we komen altijd met ideeën van zullen we nog wat gaan doen als het gewoon de dag al bijna niet is. Wat wil je doen? Hey. Ja. Ja, en ik ben echt zo lui als de pest gewoon. Ik moet echt... Ik heb vandaag een examen Nederlands gehaald. Trots op jou. Supergoed. Ja. Kom maar lopen naar mama. Kom maar naar mama lopen. Goed zo! Nee, mijn telefoon heb je gisteren al kapot gegooid. Ja, en ik zei nog, was dit al? Ja, en ik zei nog echt gewoon 10 seconden ervoor. Ja, maakt niet uit, dan heb ik een goede reden om een nieuwe telefoon te kopen. De mooie krullen. Poepie. Hey Poepie. En er komt een nieuwe lens. Donderdag, als het goed is. Ga ik daar blij mee van worden? Als het goed is wel, ja. En anders? Nou, ik word er in ieder geval blij van. Ja, maar jij wordt ook blij van deze, dus. Oké, we gaan door. Nee, even een belangrijk telefoontje aan het voeren. Ja, dat was met weekje weer wel. De verjaardag van Jesse Silver, de verjaardag van mijn moeder. Wat hebben we er mee gedaan? Cadeautjes uitgepakt, Jesse Silver. Hij heeft mijn telefoon gebold. Dat was namelijk minder. En we zijn heel erg druk bezig met de allereerste aflevering van Ik zie wat jij niet ziet. Hij is eigenlijk al klaar. Misschien dat hij vandaag nog erbij komt. Anders morgen. In ieder geval heel snel. Want... Ja, want ik wil hem gewoon uploaden en ik wil hem aan jullie laten zien. En René vast ook, en die komt zo meteen thuis. En dan gaat zij hem checken wat ik eraan heb gedaan. En of zij hem ook goed vindt, want we zijn natuurlijk een team. Ik edit een beetje, zij edit een beetje. En een muziekje erbij en een muziekje eraf. En dit is te lang, dit is te kort. En dan word ik weer boos, want dan vindt zij weer iets niet leuk wat ik heb gedaan. En dan... Nee, ik word niet boos. Maar het is gewoon... Er gaat wat tijd overheen. En het moet gewoon goed zijn, weet je wel. En op zich zijn we nog niet... Zo heel erg blij met de beelden, zeg maar. Dat had veel mooier gekund en dan maar op. Maar ja, het is voor ons ook maar de eerste keer. En we moeten ervan leren. En de volgende wordt gewoon weer veel beter. En alle nieuwe dingetjes die we gekocht hebben. Dus ja, was gewoon super tof. Dus, vond je dit nou een toffe video? Even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En te abonneren. Heb ik al gezegd. Nou, rest mij niks anders dan jullie een hele fijne avond te wensen. En tot de volgende keer. Arrivederci. I just wanna see where your love can take.